Hé, hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Maltwood Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over frequentietabel en histogram. In deze video ga ik je laten zien wat een frequentietabel is en ik ga je laten zien wat een histogram is. Ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. Het gaat over de trainer van een voetbalteam en die heeft een competitie lang bijgehouden hoeveel hoekschoppen zijn team per wedstrijd mocht nemen. Hieronder zie je de resultaten geschreven. En die resultaten geven dus aan hoeveel hoekschoppen ze kregen per wedstrijd. Dus in één wedstrijd waren dat er drie, daarna vier, vier, etc. Nou, deze gegevens zijn super onoverzichtelijk. En om het voor onszelf wat overzichtelijker te maken, kunnen we hier een frequentietabel bij maken. Wat is dat precies? Nou, ik teken eerst even een tabelletje. En in de frequentietabel komt bovenin altijd het aantal. In dit geval gaat het over het aantal hoekschoppen. Maar het kan ook over iets anders gaan, een beetje afhankelijk van het onderwerp. En onderin de frequentietabel komt altijd de frequentie. En frequentie betekent hoe vaak komt iets voor. Wat bedoel ik daarmee? Nou, als je even kijkt in het rijtje getallen, dan zie je dat het laagste aantal hoekschoppen wat ze hebben gekregen, dat waren er 3. Dus bovenin begin ik met 3. Daarna heb ik 4, die zet ik hier neer. Ik zie ook het getal 5 staan. 6 komt daar en 7 is het grootste aantal. Andere aantallen zijn er niet, dus dit zijn de aantallen die ik heb. En nu ga ik de bijbehorende frequentie invullen. De frequentie geeft dus aan hoe vaak iets voorkomt. Dus dan moeten we even tellen hoe vaak kreeg dit team drie hoekschoppen. Nou, 1, 2, 3, 4 keer. Dus onder de 3 zet ik een 4. Dat doen we ook voor al die andere. Dus hoe vaak komt de 4 voor? Nou, dit zijn er al twee, vier, vijf, zes. De vijf komt twee keer voor, de zes vijf keer en de zeven komt maar één keer voor. En nu hebben we dus bij deze situatie een frequentietabel getekend. In de frequentietabel zet je dus bovenin altijd het aantal en dan het onderwerpje. En onderin komt de frequentie, dus hoe vaak komt iets voor. En nu kan ik dus in één keer aflezen dat dit team vijf keer zes hoekschoppen heeft gekregen. Of ik kan aflezen dat ze zes keer vier hebben gekregen. En zo kun je dus een hele rij met getallen overzichtelijk weergeven. Nu we weten wat een frequentietabel is, gaan we het nog even hebben over een histogram. Een histogram is een staafdiagram die bij een frequentietabel hoort. Dus eigenlijk is een histogram hetzelfde als een staafdiagram, alleen een histogram teken je alleen maar als je te maken hebt met een frequentietabel. Er is één belangrijk verschil. Bij een histogram staan de staven tegen elkaar aan. Ik zal je even een voorbeeldje laten zien. Dus even terug naar de tabel van net. Hierbij kun je een histogram tekenen en dat histogram dat ziet er dan zo uit. Wat je ziet is net als bij een staafdiagram, is dat we op de horizontale as het aantal hebben en op de verticale as komt in dit geval de frequentie. De frequentie hebben we hier ingedeeld in stapjes van 2. Je mag ook stapjes van 1 doen, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dan het aantal hoekschoppen. Nou, één hoekschop hadden we niet en twee ook niet. Dus daar tekenen we niks. Bij die andere zie je de hoeveelheid uit de tabel getekend en die staven die staan dus tegen elkaar aan. En dat is dus het belangrijkste verschil tussen een histogram en een staafdiagram. Een histogram hoort dus bij een frequentietabel en de staven staan tegen elkaar aan. En nu weet je precies hoe het zit met een frequentietabel en een histogram. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer!